Stichting Betaljaren heeft gisteren haar 45-jarig bestaan gevierd. Het tehuis dat onderdak biedt aan personen met complexe, meervoudige beperkingen, organiseerde ter gelegenheid van deze mijlpaal een feestelijke bijeenkomst. Directeur Kavita Mohan Jagdet benadrukte dat het 45-jarig bestaan een belangrijke mijlpaal is voor de organisatie. Het is namelijk een feit dat Huizen Betaljada als enige stichting in Suriname al 45 jaar zo'n belangrijke rol speelt voor deze doelgroep. Mohan Jagdet kijkt nu uit naar de verdere uitbreiding van de stichting. Wij hebben in Suriname tussen de 60 en 65 bewoners met zo'n beperking. En Betaljada zou ze allemaal kunnen opvangen, want de middelen en het personeel, dat moet ik nog voor elkaar krijgen. Maar daar komen we rustig aan wel. We hebben bij Betaljada drie groepen. Dat is de 1x24 uur zorg. Daar heb ik dus per vandaag 45 bewoners. Ik heb de respijtzorg. Die zijn van maandag tot en met vrijdag hier. Daar heb ik er op dit moment 5. En ik heb de dagopvang. Zij komen dus elke dag van maandag tot en met vrijdag worden ze opgehaald en afgezet. En als ik allemaal ga kunnen opvangen, ja, ik kan ze. Ik heb genoeg ruimte daarvoor. En dat is ook in de planning volgens de masterplan dat ik ze allemaal kan opvangen. Alleen de middelen, het personeel, dat moet ik gaan voor elkaar moeten krijgen. Mohan Jagdet vertelde dat zij op de 45ste verjaardag van het tehuis ook de 45ste vaste bewoner mocht verwelkomen. Tot nu toe is het gelukt om de nodige zorg te bieden aan de bewoners van het tehuis. Volgens haar is het mogelijk om het slogan "het huis waar God voor zorgt" na 45 jaar nog steeds hoog te houden. Dat kunnen we zeker doen. We zijn een gezegende stichting. Juist wanneer we denken van we zitten krap, dan brengt de God wel een oplossing voor ons. Dus we blijven erbij. Betaljada is een stichting waar God voor zorgt en gaat blijven zorgen. Stichting Betaljada is in november 1979 opgericht door Annie Bishop. Sinds dit moment biedt deze stichting een liefdevol tehuis aan kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking door zowel 24 uur zorg als dagopvang aan te bieden.